Bij het huis van een bijna 80-jarige vrouw aan de Diamantweg in Amersfoort wordt op zondagavond 25 november aangebeld. Er staat een vrouw voor de deur die zegt voor Omroep Max te werken. Ze komt een speciale dieetwens opnemen omdat Omroep Max aan haar en haar buurtgenoten graag kerstpakketten zou willen uitdelen. Heel sympathiek en attent natuurlijk. En dus laat de bewoonster de vrouw binnen voor een kort gesprekje. Wat de bewoonster niet merkt is dat er nog iemand anders mee naar binnen glipt. De volgende ochtend dan gaat de telefoon. Een man geeft aan van de bank te zijn en voor de vrouw nieuw bankpassen te hebben. Maar om die te kunnen activeren heeft hij wel even de pincodes nodig. De vrouw geeft ze, krijgt er al vrij snel een vervelend gevoel over, belt dus de bank, maar dan is het al te laat. Kort na het telefoontje van de zogenaamde bankmedewerker pint deze, mogelijk Turkse vrouw, met de bankpassen van de vrouw uit Amersfoort. Dat pinnen doet ze in het Twentse Glanerbrug, vlakbij Enschede en de Duitse grens. Zij is waarschijnlijk ook de vrouw die zei van Max te zijn. Tijdens het gesprekje met het slachtoffer werden door de stiekem meegelopen handlanger in haar huis de bankpassen gestolen. Wie herkent haar? Nou, dankzij babbeltrucs lukt het oplichters vrijwel dagelijks om bij vooral bejaarde slachtoffers binnen te komen en ze te bestelen. We kunnen het daarom niet vaak genoeg zeggen, wees alstublieft gezond wantrouwig aan de deur. Laat niet zomaar onbekenden binnen. Maak desnoods een afspraak op een ander tijdstip, zodat iemand anders die u wel kent daarbij kan zijn. En dan natuurlijk is er nog deze vraag, weet u wie de vrouw is die we hier zien pinnen? Bel dan naar de opsporingstiplijn 0800 60 70.